Welkom bij Science by Stars en in deze les bespreken we de vragen van het stamboomonderzoek uit het toelatingsexamen arts. En hier bespreken we deel 2. Vraag 9 van juli 2001. In onderstaande stamboom is het voorkomen van een zeldzame X-chromosomaal gebonden ziekte weergegeven. Welke vrouwen in deze familie zijn zeker draagster van het ziekteverwekkende kenmerk? En dan zien we hier een aantal dingen die afgetoetst worden. En opnieuw is deze vraag niet zo goed opgesteld. Want als je gaat kijken hier, zie je vrouw 1 en 2, vrouw 7 en 8, 1, 2, 5 en 6, 1, 2, 7 en 8. En als je hier naar het relatief voorkomen gaat kijken, dan is de kans heel groot dat 1 en 2 erbij horen. En als tweede zie je 7 en 8, dat die ook nog herhaald worden. Dus zonder na te denken zou ik gokken hier op D. Maar gokken is niet het beste idee, daarom gaan we gewoon deze oefening uitwerken. En we starten natuurlijk met de normale werkwijze. Hebben we hier te maken met een recessieve of een dominante aandoening? Om dat te weten gaan we op zoek naar een ouderpaar dat hetzelfde fenotype heeft en een kind heeft met een ander fenotype. En dat zien we twee keer in generatie 1 en in generatie 2 zien we zo'n ouderpaar. Het tweede wat een heel belangrijke tip moet zijn, is dat onze aandoening niet in elke generatie tot expressie komt. En dat geeft ons de zekerheid dat we hier te maken hebben met een recessieve aandoening. We gaan recessief coderen met de kleine a en we gaan dus zonder ziekte dominant coderen met de grote a. Dan gaan we heel gemakkelijk aan de slag kunnen gaan door te stellen dat iedereen die ziek is, die is volledig homozygoot recessief en dan kunnen wij dus onze allelen gaan aanduiden. Voor de rest weten we dat deze personen die allelen moeten hebben van hun ouders, dus we gaan die allelen aan die ouders geven. En als we hier een persoon hebben die die allelen heeft, die gaat alleen een kleine a als gameet kunnen geven, dus al die zijn kinderen hebben ook op zijn minst één kleine a. Als tweede kunnen we de dominante eigenschap gaan toepassen en we weten iedereen die zonder ziekte is, die gaat op zijn minst in zijn allele combinatie één grote A moeten hebben. Ik ga die toevoegen en dan krijg ik de volgende genotypes te zien. En dan gaan we de verschillende antwoordmogelijkheden aftoetsen. Welke vrouwen zijn met zekerheid draagster van het ziekteverwekkende kenmerk? En er staat hier welke zijn zeker draagster. Persoon 1. Zeker wel, persoon 2 ook. We zien hier persoon 7 ook. En dus dan is antwoord A al fout. We zien hier antwoord B alleen 7 en 8, maar we zagen 1 en 2 ook al. Dus die is ook fout. Eventjes gaan we nog kijken naar 5 en 6, maar dat weten we niet met zekerheid. Dus die is ook fout. En dat maakt het enigste juiste antwoord wat we initieel al dachten. Antwoordmogelijkheid D, vrouwen 1, 2, 7 en 8. Vraag 4 van juli 2008. Hieronder ziet u een stamboom waarbij bepaalde individuen een afwijking hebben. Welke bewering is juist? En dan vragen ze opnieuw of die recessief of dominant is, of autosomaal of x-gebonden. En ik maak een beetje plaats zodat we dit weer kunnen uitwerken op de gebruikelijke manier. En de eerste vraag die ik mezelf weer stel is, gaat het hier om een dominante of een recessieve aandoening? Ik ga op zoek naar een ouderpaar dat een kind heeft met een ander fenotype dan dat de beide ouders hebben. En dat zie ik dus hier in generatie 3. Persoon 7 van generatie 3 leert ons dat we hier te maken hebben met een recessieve aandoening. We kunnen dus zeggen dat de gekleurde personen allemaal lijden aan een recessieve aandoening. De volgende stap die ik dan kan maken is gaan kijken of het te maken hebben met een autosomale of geslachtsgebonden overerving. Hiervoor moet ik een paar dingetjes gaan nakijken. De eerste vraag die ik mij stel is, geven alle dominante vaders dominante dochters? En ik heb hier een dominante vader, ik heb hier een dominante vader, die geeft dominante dochters, maar ik heb hier bijvoorbeeld ook een dominante vader en dat is hier een recessieve dochter. Dus dat is niet helemaal juist. Tweede vraag, we gaan het gewoon nog even aftoetsen om zeker te zijn, geven alle dominante zoons, hebben die dominante moeders. Ik heb hier een dominante zoon, die heeft geen dominante moeder. Dus eigenlijk weten we met zekerheid dat we hier te maken hebben met een autosomale aandoening. Ik kon nog één vraagje stellen. Geven alle recessieve moeders, hebben die recessieve zoons? En dan gaan we eens een keer kijken waar ik hier een recessieve moeder heb. Ik heb hier een recessieve moeder en die heeft een dominante zoon. Eigenlijk vraag je hier hetzelfde. Dus nee, we weten met zekerheid dat we hier te maken hebben met een autosomale aandoening. Het enige juiste antwoord op vraag 4 van juli 2008 is dus C. De afwijking is autosomaal en recessief. Vraag 3, augustus 2008. Jicht is een metabole aandoening gekenmerkt door een plotse ontsteking van een gewricht. Deze ziekte wordt in onderstaande tekening aangeduid met een gekleurd figuurtje. Verder is gegeven dat jicht meer voorkomt bij mannen dan vrouwen. Welk van de uitspraken is correct? Het kenmerk is autosomaal dominant. Het kenmerk is X-gebonden, het kenmerk wordt niet van vader op dochter overgedragen en het kenmerk is Y-chromosomaal gebonden.
We maken wat plaats om deze oefening opnieuw uit te werken, maar ik kan onmiddellijk dat y-chromosomaal gebonden al uitsluiten natuurlijk, want ik zie hier vrouwen die aan de ziekte lijden. Dat is helaas onmogelijk. Verder zien we hier dat als deze man een aandoening heeft, gaan alle zonen van die man die aandoening hebben. En hier 3 in generatie 3, persoon 1, die heeft dat niet. Dus dat kunnen we sowieso al uitsluiten. Daar moet je niet heel hard over nadenken. Dan gaan we eens een keer kijken of we hier te maken hebben met een dominante of een recessieve aandoening. Ik zoek een ouderpaar met dezelfde fenotype, die kinderen hebben met een ander fenotype. En dat zie ik hier in generatie 2, persoon 5 en 6. Ik heb hier te maken met een recessieve aandoening, dus dan kan ik mijn volgende stap gaan doen. Is het autosomaal of geslachtsgebonden? Dan ga ik allereerst kijken. Dominante vaders moeten dominante dochters hebben. We hebben hier te maken met een recessieve aandoening. Dus ik heb hier een dominante vader, maar die heeft alleen maar zonen. Ik heb hier een dominante vader en die heeft inderdaad alleen maar dominante dochters. Dan ga ik verder op zoek. Dominante zonen moeten dominante moeders hebben. Ik heb hier een dominante zoon, die heeft een dominante moeder. Ik heb hier een dominante zoon, die heeft een dominante moeder. En dit is een recessieve moeder, maar die heeft ook geen dominante zonen. Dus dat is allemaal heel waarschijnlijk. Als laatste ga ik nog eens kijken. Recessieve moeders krijgen recessieve zonen. Kan ik daar nog eens gaan kijken? Ik heb hier een recessieve moeder en die heeft alleen recessieve zonen. En dan voor de rest klopt het allemaal. Dus ik heb grote waarschijnlijkheid dat het hier te maken heeft met een geslachtsgebonden aandoening. Het kenmerk was recessief. Het was wel geslachtsgebonden. Het kan wel van de vader op de dochter overgedragen worden. En het kon zeker niet y-chromosomaal gebonden zijn. Dus het enige juiste antwoord is antwoord B. Dat was het dan voor deel 2. Vond je het een leuke film? Geef dan zeker een duimpje omhoog.